Beyblade, Beyblade, let it rip! De strijd gaat nu beginnen. Vecht door, blijf altijd spinnen. Geen tijd voor twijfel, er is geen weg meer terug. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Spinnen steeds harder, toten de power. Ga voor de top, ja, we geven het nooit op. Vorige keer in Beyblade. Jinga confronteert zijn aartsrivaal, de mysterieuze en gestoorde Ryuga. Jinga lanceert Pegasus en Ryuga reageert met zijn beet Lightning Eldrago. Eldrago's krachten zijn wreed en het vraagt alles van Jinga's kunnen om dat te weerstaan. Terwijl zijn vrienden hopen op het beste, is Doji verheugd wanneer de verboden bee Eldrago Jinga's bee zonder medelijden aanvalt. Uiteindelijk worden Jinga en zijn bee Pegasus verslagen tot groot ongeloof van zijn vrienden. Jinga heeft verloren, maar zal hij zijn krachten hervinden om terug te komen en opnieuw het gevecht aan te gaan? Herinneringen aan Rio. Teleurgesteld. Ik verloor. Hey Madoka. Huh? Waar is Jinga? Hij zei dat hij even naar buiten toe ging. Oh. Dat ziet er lekker uit. Jinga heeft gisteren niks gegeten, dus ik heb deze lekkere dubbele hamburger voor hem gemaakt. Jij lust hem vast niet, of wel soms? Oh, ik kan hem toch niet. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Oh, heerlijk! Drakenkeizer heeft ons een buit geneemd! Jinga, ik kan gewoon niet geloven dat hij verloren heeft. Hij zal wel erg van streek zijn. Waarom? Huh? Een B-gevecht is altijd serieus. Dat is hoe het gaat. De ene keer win je, de andere keer verlies je. Als je telkens van streek bent wanneer je er eentje verliest, dan kun je maar beter stoppen als bleder. Misschien heb je wel gelijk, maar... Ik vraag me af of dat het enige is wat hem dwars zit. Ik denk niet dat hij zo van streek zou zijn als het alleen om verliezen ging. Waar heb je het toch over, Kenta? Hij is niet de Jinga die wij kennen. Hij is niet zichzelf. Hij was onrustig en hij genoot helemaal niet van het gevecht. Dat durf je niet nog eens te zeggen. Als jij nog één keer iets slechts over mijn vader durft te zeggen, dan ga je daar spijt van krijgen. Ik zeg het nog een keer. Jouw vader was een lafaard. Als de vader niet sterk genoeg is, hoe verwacht je dan dat de zoon zou worden? Hetzelfde. Dus ga maar smeken, net als je vader. Ik zei het je. Jij bent de enige persoon die ik nooit zal vergeven. Go, Pegasus! Het was alleen... Hij was zo verblind door zijn woede. Het is duidelijk dat er ooit iets gebeurd is tussen hem en die Ryuga. Dat moet dan wel erg zijn. Jinga? Laat die hamburger nu los, Benkei. Ik wilde hem opeten wanneer ik weer terug was. Huh? Geef die hamburger snel terug aan mij. Hey, doe eens rustig. Madoka zei
blij dat ik hem mocht hebben. Ik heb gelukkig. Het lijkt erop dat je je passie weer terug hebt, Jinga. Voor burgers dan. Ik heb meer nodig dan jij nu. Jinga! Je bent hier, Jinga. We moeten je iets laten zien. Wat is het? Tadaa! Weet je nog dat je ons vertelde dat je Beyblade niet kon leren van een andere persoon? Je zei dat je verschillende dingen zelf moest proberen. Wauw, dit zijn mooie nieuwe onderdelen. Bedankt. Na het wisselen van de effectbaan en prestatiepunt is Osamu een sterkere blader geworden. Maar hij kan jou natuurlijk niet verslaan. Jinga, alsjeblieft, weg met mij! Huh? Ik kan niet wachten om te zien hoe sterk ik nu ben. Of wil je het niet? Jinga? Oké, we doen het. Huh? Ja. Hij zei ja! Het wordt geweldig, het wordt fantastisch. Kunnen we zien hoe sterk je nu bent? Ben je er klaar voor? Zeker weten. 3, 2, 1. Let it! Rip! Osamu verslaat Jinga. Jinga? Denk toch eens na. Als Jinga in orde was, zou hij natuurlijk nooit van jullie verliezen, jongens. En nou allemaal wegwezen, jullie. Sorry, hij glipte weg. Jinga, wat is er aan de hand? Ik moet nu gaan. Ik heb het licht aangelaten. Of het water misschien. Ja, dat was het. Jinga, wacht nou even. Huh? Wat gebeurde er net tijdens de wedstrijd? Als je je vertrouwen kwijt bent, kan ik je helpen. Het gaat goed. Huh? Wil je me nu alsjeblieft loslaten? Maar... Jinga! Het heeft geen zin. Kiyoya? Dat gevecht met Ryuga was belangrijk. Belangrijker nog dan dat wij ooit zullen begrijpen. Toen hij het verloor, werd hij in zijn ziel geraakt. Wat kunnen wij doen om hem te helpen? Niets. Huh? Hij moet het zelf zien te verwerken. Oh, Jinga! Waarom deed ik het? Jinga! Kenta, hoe gaat het? Had je zin om even langs de rivier te lopen? Stop daarmee! Ik trap niet in je. Het gaat oké, niks aan de hand, act. Waar heb je het over? Ik doe niet alsof. Je doet net alsof je blij bent, in plaats van de waarheid te zeggen. Kom op, ik kan hier niet tegen, Jinga. Jinga, je bent de laatste tijd niet jezelf. Zijn we geen vrienden? Ik dacht echt dat je mijn vriend was, Jinga. We konden toch altijd over alles praten, elkaar alles vertellen en elkaar helpen? Kenta! Als iets moeilijk is voor jou, dan moet je het me vertellen dat het moeilijk is. Als je droevig bent, moet je me zeggen dat je droevig bent. Als je me niet vertrouwt, zeg het dan en dan laat ik je met rust. Waarom kun je niet eerlijk zijn zoals vroeger? En dit heb ik niet alleen. Benkei en Madoka, die voelen precies hetzelfde. Zij zeggen dat ze je ook willen helpen. Ze maken zich zorgen om je. En ik maak me zorgen om je. Het spijt me. Huh? Jinga? Vrienden als jij zijn de echte vrienden die je altijd steunen, wat er ook gebeurt. Juist, Jinga. Alles waar ik aan kon denken was het vinden en verslaan van Ryuga. Dat was mijn enige doel. Huh? Ryuga verslaan? Het verhaal begint in het kleine dorpje waar ik geboren ben. Koma. Goedemorgen, pap. Pap? Koma is een klein dorpje aan de voet van de Hagane-berg. Het staat bekend als het Beyblade-dorp. Heeft u mijn vader gezien? Volgens mij zei hij net dat hij bessen ging plukken in het bos. Bedankt. Oh, Jinga, een wedstrijdje. Later.
De mensen in mijn dorpje hielden allemaal van Beybladen en ze wilden altijd alleen maar oefenen. Maar er was één man die zelfs nog gekker was van Beybladen dan al die anderen. Pap! Waar ben je, pap? Ik ben hier, Jinga. Vader! Hi, mijn jongen. Wat ben je toch aan het doen, pap? Ik ben nog even bezig. Dat voelt beter zo, of niet, grote jongen? Vader! Die man was mijn vader. Ryo Hagane. Voor mij? Voor jou. Je moet leren die beet te controleren, jongen, zodat jij hem op een dag ook kunt gebruiken. Maar dit is echt een fantastische bee. Probeer hem maar eens uit. Oh. Drie, twee, één, let it rip! Wauw! Niet alleen maar kijken, het is een gevecht, dus vechten! Oh, wauw. Ik kan niet geloven dat ik mag spelen tegen jouw beestap. Pegasus heeft heel veel kracht, hè? Heel veel. Maar de kracht van een bee is niet het allerbelangrijkste, Jinga. Echt niet? Het belangrijkste is het hart van de bleder. Bees bevatten een enorme hoeveelheid krachten. Alleen de beste bleders kunnen die krachten eruit halen. Dus veel trainen en sterker worden. Dan zal Pegasus zeker zijn vleugels spreiden en strijden voor jou. Oh! Oh, hey, Ryo. Zie me je vanavond, jongen? Ja. Oké, tot straks. Vanavond? Waar hebben zij het over? Tja, ik denk dat je nu wel oud genoeg bent om het te mogen zien. Nog even wachten, jongen. Vanavond zie je de ware krachten van Pegasus. Wat gaan we doen, pap? De legende vertelt dat als Pegasus de hengst van Zeus wil worden, hij de hemel zou moeten bestijgen. Vanavond, op deze plek, zie je Pegasus hoog boven de bergen, Jinga. Helemaal daarboven? Let goed op, mijn jongen. Doet jouw bee Pegasus het allemaal? Oh ja, en veel meer. Let maar eens op. Daar is Pegasus, het paard dat opstijgt naar de hemel. Mijn vaders Pegasus heeft de meest waanzinnige krachten. Nee! Ze zoeken de verboden bee, Jinga. Welke verboden bee? Een bee met kwaadaardige krachten die diep in die berg verborgen is. Vader! Meenemen.
Jinga. Ik kan je krachten voelen. Wil je me testen? Laten we eens kijken of ik het waard ben je meester te zijn. Nu meteen. Het paard dat opstijgt naar de hemel. Ryuga! Even wachten, Joji. Voel je dat? Een echte Dark Bay. Een enorme kracht die ineens alles kan wegvagen. Go, Eldrago! Niet uit hoe hoog je vliegt of hoe snel je beweegt. Je kunt El Drago niet verslaan. Maak hem af! Pegasus! Doe het! Van een B-gevecht is het hart van de bleder. Het hart van de bleder! Vader! Ga nu! Word heel sterk, Jinga. Vader! Word heel sterk, Jinga. Vader! Vader! En zo begon ik aan mijn reis. Om nog veel sterker te worden. Om hem te kunnen verslaan. Het spijt me dat ik je dit nog nooit eerder heb verteld. Nee, ik zou me moeten verontschuldigen. Omdat ik je dwong om dit te zeggen. Nee, ik ben blij dat ik erover verteld heb aan mijn vriend. Jinga. Oh, ik weet wat. Laten we een B-gevecht doen. Huh? Ik zou nu willen vechten. Tegen jou. Jinga. Het is al best laat, dus laten we het morgen doen.
Morgen, beloofd? Oh. Oké, dan zie ik je morgen. Ik hou je eraan. We gaan morgen echt vechten, hè? Ja, afgesproken. Het spijt me, Kenta.